En in de gouden hoek vanuit Boxing Herentals en getraind door Piet Peters. Hij deed mee aan Temptation Island om zijn relatie met de Nederlandse Milou te testen. Maar of dat de beste keuze ooit was, daar valt over te twisten. Zijn toenmalige vriendin was erg gecharmeerd van verleider Rietse. In de ring vechten ze voor eens en voor altijd uit wie de sterkste is. Dames en heren, maak je klaar voor niemand minder dan Heikki Geens. Ik zei dat het Temptation Island gevecht gaat nu plaatsvinden, want ja, Heikki en Jitsen. Jitsen, eventjes ter info voor jou, want jij hebt het niet gezien, maar ze vinden elkaar niet zo aardig. Want, Jitsen, dat is de vrouw of zo? Ja, die had bijna die vriendin van hem om de vinger gebonden, zeg dat. Oké, Heikki, die moet hem dus eigenlijk nu gewoon afstraffen vandaag. Ja. Het moet wel, want als Jitsen ook nog een keer wint vandaag. Ja, ik moet zeggen dat Jitsen heeft wel... Ja, ze ziet er allebei heel sportief uit. Maar Jitske wel iets beter. Box! Eerlijk is eerlijk. Ja. Nou, we gaan beginnen. Gelijk beginnen. Hij komt naar binnen, speelt met de dubbel links op. Hoppatee, ja. Gooi die rechter eroverheen. Ja. Dat zal zomaar een koudje kunnen vallen vandaag, hoor. Zo, Jitske gaat er gelijk vol op. Als Heikki die uitkijkt. Zo, wat mooi, man. Als hij hem op zijn hoofd krijgt, dan gaat hij liggen. Ja. Oh, Heikki gaat nu terug. Ook weer volle bak er allebei in. Ja, maar ze zien er wel... Oei, weer eentje. Die staat er goed op. Duikt goed weg, weer op het gelaat van Heikki. Die Jitsen die zit maar toch goed aan het combineren. Klap uit te delen, zeg hé. Ja, goed aan het combineren. Staat er ook weer op. Go, wow, hij wankelt of zowat. Op. Kijk hem staan. Oh, wat een killer, joh. Ja, hij is nog niet bij. Ja, hij is nog niet bij. Nee, inderdaad. Nee, hij is nog niet bij. Wauw. Dat was wel echt spectaculair. Jitske Strummer. Wat de hel. Ja, hij zet ook gelijk een record neer op boxing invloedsers. Maar hoe lang, ik denk, het is de snelste KO voor boxing invloedsers. Ja, dat is gewoon misschien, ik heb geen idee. Wauw. Hij, alsof hij al jarenlang niks anders doet, joh. Niet normaal. Nou, hetgeen wat getraind is eruit gekomen, dat weet ik wel zeker. Proficiat. Maar hij stond ook sterk op zijn benen. Je zag hij gewoon naar voren. Hij was heel technisch supersterk. Nee, Heikki had hier niks tegen in te brengen. Dat was al duidelijk. Terwijl Heikki ook echt niet heel slecht deed, maar hij kreeg geen kans. Kijk, nee, dan even hier in de herhaling. Let op. In de herhaling. We zien even die stoot. Oh, hoofd. Dat is de winnaar in deze strijd. Ja, dit is, en met een knockout in de eerste ronde. De winnaar. Heikki Zwarte Hoek. Ja, ja. Ja, Heikki is er niet blij mee. Zeker niet blij mee, maar ja, wat wil je doen? Zo. Ik ga een rondje gaan rennen misschien, maar het is klaar. En die maanden nog getraind, 30 seconden. We zijn er even zo uitgeslagen, zeg hé. Zo.